Het is woensdagavond op Sportcomplex De Hertgang. Tijd voor een heerlijk wedstrijdje bekervoetbal. De wedstrijd van PSV onder 17 tegen FC Twente onder 17. Kwartfinale voor de onder 17 junioren. PSV schakelde eerder in dit toernooi onder andere PSV onder 16 uit. Dat was toen in de tussenronde, zoals ze dat noemen. FC Twente, nu dus de tegenstander in de kwartfinale, op jacht naar de halve finale en misschien nog wel meer. Eerste kans is voor de bezoekers uit Enschede. PSV doet het in de competitie niet al te best na de winterstop. 5 wedstrijden gespeeld, slechts 1 punt behaald. En dus kan het proberen in deze bekerwedstrijd weer het zelfvertrouwen omhoog te krikken. En dat lukt vrij aardig. Vroeg in de wedstrijd is het Jason Pigmans die scoort. De assist van Gennaro Daniels, prima afgemaakt door Jason Pigmans. 1-0 en dus het applausje ook van trainer Rick de Roy. PSV en FC Twente kwamen elkaar ook wel eens tegen in de najaarscompetitie eerder dit seizoen. Toen won PSV in Enschede met 3-2. En hier krijgt het een strafschop tegen of niet? Nee, dat niet. Het is een gele kaart voor een Schwalbe. En eerlijk is eerlijk, dit was een onvervalste. Duidelijker dan deze ga je ze niet krijgen. Ook geen commentaar van de speler van FC Twente. Geen strafschop dus, gewoon doorvoetballen. En dat doet PSV zeer zeker, want dit is de actie daarna. Gennaro Daniels brengt PSV op 2-0. De assist van Pigmans. De rollen zijn omgedraaid ten opzichte van de 1-0. Prima voorzet, goed naar de eerste paal gekomen. Een echte spitse goal. En de ontlading is natuurlijk groot bij PSV dan. Bij hem, trainer Job ten Tijen van FC Twente, daar natuurlijk wat minder. 2-0 de ruststand. In de tweede helft gaat PSV vrolijk door. De voorzet van Milan Beumer, kopbal van Daniels. En daar was bijna zijn tweede. De redding was daar van Max Wolfs. De kansen blijven zich opstapelen voor PSV, want het is letterlijk 10 seconden later. Goed schot van aanvoerder Jeremy Antonissen. Net langs het doel van keeper Max Wolfs, dus van FC Twente. Dat we dan in de tweede helft nog niet veel gezien hebben tot dit moment. De kopbal is daar en ook de tegentreffer is daar. Het doelpunt van invaller Zvigi. Goed afgemeten voorzet. De invaller komt voor zijn man. En zo kan het nog wel eens heel spannend gaan worden op Sportcomplex De Hertgang. Was eigenlijk nergens voor nodig. PSV had de wedstrijd onder controle. FC Twente zou op moeten schieten, want ze zitten inmiddels in blessuretijd. Komt er nog een treffer op PSV? Dat niet. Goede inzet van Fode Fofana. En dan vindt de scheidsrechter, de heer Huis, het genoeg. PSV wint met 2-1 en gaat door naar de halve finale in het KNVB-bekertoernooi.